Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil beginnen met het onderwerp interlandelijke adoptie. De inzet is, zoals bekend, erop gericht om misstanden zoveel mogelijk te voorkomen. Maar tegelijkertijd wel adoptie als noodmaatregel in het belang van kind, in het belang van het kind mogelijk te houden. En wij steunen die benadering, hebben we in een eerder debat gewisseld. Een aantal vragen die nu voorliggen is de landenanalyse. De minister geeft aan de ene kant aan, als reden voor dat een aantal landen afvallen, dat ze dat het niet betekent dat er misstanden zijn geconstateerd of worden vermoed. Maar dat er om andere redenen, bijvoorbeeld op het oogpunt van controleerbaarheid, ook relaties worden afgebouwd. Mijn vraag is wel, dreigt hier niet met zo'n landenlijst dan een zekere willekeur? Verlaten we eigenlijk niet het kompas van het Haagse adoptieverdrag? Dat we zeggen, daar moet op aangesloten zijn, dat moet waargemaakt worden. En zouden we ook niet breder moeten inzetten op de verbetering van de naleving van het Haagse adoptieverdrag en het daarop toezien? En dat is toch niet alleen een Nederlands perspectief, maar daar hebben we toch ook andere landen mee te maken. Want wat verandert er eigenlijk als wij als Nederland zeggen van nou, wij stoppen de relatie met een land, maar andere, bijvoorbeeld ook gelijkgezinde landen in Europa, gaan ermee door. Dus is hier toch niet meer ook bredere Europese afstemming in nodig? Dat is mijn eerste vraagpunt hierbij. Misschien nog aanvullend, is het opnieuw meedoen ook mogelijk in de toekomst voor landen die nu afvallen? Of is dit de eindlijst? Het tweede over de centrale bemiddelende organisatie. Hoe wordt omgegaan met de toegang tot en inzage in adoptiedossiers? En hoe houden we ook voor de landen waarmee we doorgegaan, hoe zorgen we ervoor dat die relaties juist ook wel overeind blijven? Misschien een beetje de spiegelbeeldige vraag van de heer Elian, want die zei van ja, is het niet een nadeel als er juist bestaande relaties zijn? Aan de andere kant, ja, het is soms ook heel wat tijd geweest om het vertrouwen in de herkomstlanden op te wekken, dat ze in Nederland in goede handen zijn. Dus hoe is dat eigenlijk juist ook gewaarborgd, dat die relaties ook dan juist ook voortgang kunnen vinden? En het derde punt wat ik nog heb rond het thema adoptie is het expertisecentrum interlandelijke adoptie. Dat gaat binnenkort, als ik goed geïnformeerd ben, van start. Is er voldoende budget ook voor de ondersteuning van iedereen op zoek naar geboorteouders of de adoptiedossiers? En hoe gaat het ook in de toekomst met ook het inzagen en het bewaren van de adoptiedossiers? Is dat met deze overgang binnen het systeem, zal ik maar zeggen, nu ook goed gewaarborgd? Dat waren mijn vragen rond het thema interlandelijke adoptie. Dan sluit ik me wat betreft het thema kinderontvoering aan op vragen die onder andere mevrouw Muttlier en anderen gesteld zijn. Om zelf nog tijd te winnen om nog een vraag te stellen, ook over het onderwerp gemeenschap van goederen. We hebben daar eerder ook een vraag over gesteld dat een wetsvoorstel gestrand is, juist ook het mogelijk wilde maken om zonder dat je een flinke smak geld neerlegt in algehele gemeenschap van goederen wil trouwen. Daar was ooit een inzet op beloofd, maar wat ik al zei, een constatatieversie van het wetsvoorstel is gestrand. Het is wat mijn fractie betreft onbevredigend als het hierbij blijft. Dus wij vragen toch of het mogelijk is om hier een oplossing voor te vinden, een kosteloze registratie van algehele gemeenschap van goederen naast de mogelijkheid die nu al bestaat. En tot slot meer ouderschap. Wat is nu precies wat verkend wordt? Gaat het nou over meer ouderschap, gezag? Wij zijn een beetje de kwijtgeraakt wat nu exact het onderwerp is van de studies die op dit moment nu nog plaatsvinden. Dus graag ter helderheid over. En daar ben ik om mijn spreektijd heen. Maar nog de huishoudelijke mededeling dat ik helaas om 1:30 of 3:30 hier weg zou moeten voor een ander overleg.